Nou, jongens, ta-da-da-da. Matten zitten er weer in. En ik ben weer een stuk blonder. Totally in the glam. I love basic. Hartje hier ook. Waar is de camera? Nielaars aan. Oh, jij hebt een aan. Dit is de achterkant, show in de achterkant. Die heb ik hier ook. Nou, het gaat echt helemaal perfect hier met de kinderen. Oké, okay, we hebben hier een zendertje. Dit wordt mijn debuut. Ja? Met, ik zeg steeds Rob de Nijs, maar het is Rob Guus. Rob de Nijs? Hey, Rob de Nijs, oh! Oké, Fairview zit erin. Spannend! Ik vind het wel spannend dit, hoor. Jongens, welkom bij Baroes. Leuk dat jullie er zijn. We hebben echt definitely een cheese J. Zo lekker. Ja, doe maar. Dan haal ik nu steeds deze cups. Die kan je gewoon halen bij de Jumbo. Of bij de Albert Heijn. En welkom bij een nieuwe video. We beginnen hem even 's avonds. Ik ben bij Freddy's Boy met de family. Kijk, we loefje, daar hebben we Lady. Flowering! Hallo! Hi, schatje. Hallo! Daar hebben we mijn man, daar hebben we mijn andere man. Hallo! En dan hebben we al. En we gaan lekker eten. We hebben een rozijntje genomen, lekker. En er komen allemaal leuke dagjes aan in deze vlog. Dus dit wordt een leuke vlog, al zeg ik het zelf. Want we hebben morgen een fotoshoot. We hebben zaterdag een etentje. En ja, dat is dus. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe dag. Naar Glam bij Mooi. Mooi aan de Amstel. Want ja, het is echt weer zover. Ik ga toch maar één baan in mijn haar zetten. Ik hou het niet vol zonder een mat in. Dus ik neem gewoon één baantje om mijn haar iets dikker te maken aan de onderkant. Ja, ik weet het. Maar het is echt een beetje een verslaving. En daarna rijd ik door naar Barmedo. En dan worden we helemaal opgemaakt. Al die andere meiden zijn er al. Want we hebben een shooting day voor Kelder. Nieuwe kledinglijn. I love basic NL. Dus dat is vandaag een beetje de dag. Ik slik trouwens nu ook dat beertje. Kijk, die heb ik gisteren binnengekregen. Amazing hair vitamins. Ik ben benieuwd. So, this is my morning vitamins pills. Goh, ik zal weer eens niet aan het haasten zijn. Ik breng Bobby nu even naar zijn oma. Ik noem altijd oma. Gaan we naar oma toe, hè? Dat is mijn moeder natuurlijk. Hoe gaat het nu met mijn moeder? Want ik had in mijn laatste vlog had ik even gezegd over die knie. Nou, ze is in het ziekenhuis geweest. Het is gelukkig niet gebroken, maar wel de meniscus en een binneninse bloeding of zo. Dus het is echt niet oké. Okay. Ze moet echt goed herstellen. Ja, maar ze vindt het gezellig als Bobby bij haar in bed ligt. Dus gaan ze lekker saampjes in bed liggen. Hè? Want jij vindt het ook leuk bij oma. Je wil alleen maar naar oma. Trouwens, daar zat ik ineens even aan te denken. Mijn huid, hoe het daarmee gaat. Ik weet het niet hoor, maar ik heb nu echt niks op mijn gezicht. Want ik word straks natuurlijk helemaal opgemaakt. Maar ik meen echt dat mijn cosmetics producten aan het helpen zijn. Kijk eens hoe rustig mijn huid is. Natuurlijk, ik heb nog wel een paar rode vlekjes. Maar alles is gewoon, zeg maar, een soort van uitgedroogd lijkt het wel. Nou, ik ben echt heel erg tevreden. Het is echt zoveel verminderd. Die grote bulten zijn echt allemaal weg. En ik heb ook niet het idee dat er, zeg maar, nieuwe bulten aankomen. Normaal heb ik elke keer weer een nieuw puistje of weer een nieuw iets, wat een ontsteking. En nu is het zo rustig. Ik ben echt heel erg blij. Nou, jongens, ta-da-da-da. Matten zitten er weer in. En ik ben weer een stuk blonder. Maar ik ben er wel echt heel erg blij mee. Dus ik kan altijd nog weer een keer een donkerdere spoeling eroverheen gooien. Maar ik maak het toch maar even lekker zo. Want het bevalt me wel dit. Zo. Moet je nagaan hoe snel het weer licht is geworden, hè, mijn haar. Voor die spoeling. Oké, nou.
mooi jongen, het is dik, het is zacht. Ik ben er echt heel erg blij mee. Thanks to Lem bij mooi. Oké, ik ben nu bij mijn aller liefste schatje van de wereld. En he's gonna do my make-up again. Dus nu ziet mijn gezicht er zo uit. En dan gaan we weer helemaal voor de glam. Mido is all glam, of course. En mijn dinnies zijn al helemaal klaar. Die zitten hier te wachten. En dan gaan we weer. Let's do this. Hello. You need to talk to Miriam. Hi Miriam. Hallo babies. Wat gaan we doen met de make-up? We zijn bezig. Hoe noemen we deze look? Natural. Natural. I get it. Totally in the glam. I like it a lot. Het is natuurlijk gewoon even lekker veel voor de shoot. So, thank you baby. Wow. De shoot gaat beginnen. Mason die is binnen. In zijn blote tieten. Wat doe je nou weer? Nee, doe normaal. Hi Fayez. Oké, wij hebben nu de truien aan van I Love Basic. Hartje hier ook. Waar is de camera? Nielaars aan. Oh, jij hebt een sokken aan. Dit is de achterkant, show in de achterkant. Die heb ik hier ook. Nou, het gaat echt helemaal perfect hier met de kinderen. Oké. Wij willen later ook 10 kinderen, schat. Ik moet je zeggen dat we erg goed bezig zijn, hè Jay? Duimpje omhoog. Yes, yes. En ik ben ook best wel blij met al een paar fotootjes. Dus we did a good job. Zo, so, nu hebben we dit outfitje aan. Oh nee, ik ga even mijn All-Stars hierop aan doen. Ja? Ja. Ah, dood. Jelly net aan? Hoe heet het? Love Basic. Niet beluisteren. We zijn in Palladium. Hallo, hier ben ik. Oké. En we gaan lekker even wat drinken. Of course. So it's a little bit a cheat day. Again. But it's not good. It's not a problem. Cheers, ladies. Cheers, baby. Cheers. Hier. Ja, oh, mag je niet bewegen? Jezus, Mirjam. Kijk dit jaar dan. Oh, hier hebben ze echt de lekkerste Caesar salad. Believe me. Halleluja. Halleluja. Wat een ander gezicht heb je met die dingen eigenlijk. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. We zijn inmiddels al in de brochette. Ik ben hier met allemaal mannen. En die gaan hier een video-opname doen van de Higipoli. Dus ik moet daar natuurlijk ook deel aan nemen. We hebben daar de cameraman. Wat wordt het precies, Hans? Hallo. Hallo. Een filmpje over de Higipoli. Ja, kijk, wacht. Ik laat het even zien. Wij hebben hier nu zo'n Higipoli-ding. Waar je trouwens op kunt adverteren. En aan, kijk. Schone handen, of course. Dus dat gaan we even fixen hier al. Nee, ik heb slecht ogen. Oké, we hebben hier een zendertje. Dit wordt mijn debuut. Ja? Met, ik zeg steeds Rob de Nijs, maar het is Rob Geus. Rob de Nijs? Hey, Rob de Nijs, oh! Goed, daar kun je het mee. Ja, maar ze maken het goed. Ze zitten niet op een stok, toch? Ben ik nou, Nee, ik dacht niet. Nou, Malle Babber, nou ben jij aan de beurt. Kom op, Malle Babber. Oké, we gaan een filmpje maken, samen. Oh, sorry, ik mag hem niet aanraken. Nou ja, dat is wel. Over dat Higipoli. Higipoli. Kijk, ik heb de camera van Bowie te pakken. Ik wil niks zeggen, maar ik heb nu ook de code, dus ik kan alles kijken, jongens. Foto's, filmpjes. Oeh, het is wel heel spannend. Maar doe het niet, want ik vertrouw iedereen. Ze kunnen mij vertrouwen, dus dat scheelt. Kijk wat leuk allemaal in La Bezet. Ja, het is niet zo'n vieze gel. Het is gewoon goed fris.
Maar we zitten wel in luxe palen staan in de restaurant, zeg? Ja, klopt. Zoals u ziet kunt u er ook op adverteren. Dus het is voor ons ook een voordeel als bedrijf. Ja, we zijn er echt heel erg blij mee. Nee, ik had niet omheen, er staat wel iets. En hoe reageert klant hierop? Nou ja, ze komen binnen, ze zien het gelijk staan. Dus het is ook echt duidelijk dat ze gelijk denken, oké, okay, het is voor onze handen hygiëne. Handen reinigen, ja? Ja. Ik ben hem eens niet. Ja, ik zoiets. Want dan, heb je, dan ga je een pakje en de corona en een pakje. Het is altijd belangrijk dat je gasten zo. Dan kun jij me misschien een mooi brugje maken. Ja, maar wij willen onze gasten altijd verwennen met schone handen. Dus ja, vandaar deze keuze. Ja. En dat maakt hem helemaal af, denk ik. Toch? Ja, en dat zullen we doen? Goedenacht. Het is 1:30. Oeh! Ja, sorry. Elke keer als het vrijdagavond is geweest en ik heb gewerkt, dan zul je altijd van me horen dat ik echt helemaal kapot ben. En er zitten nog steeds mensen aan mijn bar die ik nu eruit ga gooien, want ik word helemaal lijp. Inclusief mijn vader zit erbij. En zelfs mijn vader is gewoon vervelend op dit moment. Mensen die in de horeca werken en achter een bar staan en die lamme mensen vervelend vinden, die begrijpen mij op dit moment zwaar. Nu begrijp ik altijd dat toen ik 16 was en ik was altijd heel erg vervelend en lam. En dan zei ik altijd, het zijn die barmannen chagrijnig. Nou echt, ik begrijp het, want je wordt automatisch chagrijnig van deze mensen. Hé, zo? Ja, hoor dan, maar volgens kijken zij aan. Ja, ik kan me uitschelen. Ik vind mijn vader zelf irritant. Oké, maar het is inmiddels al 1:30. Binnenkort hebben we een vlog over de horeca. Ja, alle na- en voordelen. Maar in ieder geval, het is dus al 1:30. Ik moet morgen om 9:30 bij de kapper zijn. Want ik ga mijn hele haar verven. Ja, dat is Pietje. Ja. Ik ga mijn hele haar verven. Het moet veel donkerder. En ik ben zo blij als ik in bed lig. Ik zie jullie morgen, jongens. Bye. Hi, Piet. Je was op de vlog. Je bent op de vlog. Oh my god, jongens. Ik ben zo moe. Ik ben zo moe. Ik voel mijn voeten niet meer. Ik ga nu eten en dan moet ik om 9:30 bij Mooi aan de Amstel zijn. Oh, ik heb wel echt zin in mijn andere kleur haar, maar ik heb echt zo'n lange dag. Ik moet eerst gewoon nog werken. Hè? Normaal zijn we altijd op zaterdagmiddag dicht, maar de dochtertje Bobby van Quincy is jarig. Dus vandaar dat ik eerst moet werken. Oké, we zitten nu in de pigmentatie. Anders zou ik groen worden. Dus we krijgen een hele makeover. Oké, verfie zit erin. Spannend. Ik vind het wel spannend dit hoor. Ik ben benieuwd. Nou, kijk eens hoe mooi. Helemaal blij. Ik ben weer een brunette. And I like it a lot. Thanks to Glen by Mooi. Inmiddels zijn we op de zaak. En kijk eens, Bob, gefeliciteerd. Dankjewel. Oh, je maakt het nu wel heel moeilijk voor mij. De show lekker. Kijk, alles roze. En dit is de taart. Even kijken, Bob, je taart. Zit alleen nog ingepakt. Mooi. Hoe oud ben je geworden, Bob? 12. 12, wow. Oké. Rust. Ik heb echt in heel mijn leven nog nooit zoveel outfitstress gehad als vandaag. We hadden dus net die verjaardag in de Bruchet. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen heb ik gewoon lekker gaan wachten. Omdat ik dacht dat ik mijn outfit al helemaal had. Want ik had natuurlijk dingen gekocht bij de Sarah van de week. Nou, ik had het nog niet aangehad. En ik had het net aan en het was echt vreselijk. Eén truitje was heel leuk, maar dat kon niet met mijn borsten. Want je zag zwaar mijn tepels. Echt niet zo'n beetje ook. En een BH eronder kon niet. Dus nu uiteindelijk heb ik letterlijk mijn Ibiza jurk uit de kast getrokken. En nu heb ik gewoon een hele lange jurk aangetrokken. Dus het is net alsof ik naar een gala ga. Maar gelukkig hebben al die meiden ook jurkjes, rokjes, alles aan. En kijk, ik heb mijn nieuwe hakjes aan. Die ik van mijn brother heb gehad. Zo lief, bijpassend bij mijn tas. Ik ben echt helemaal blij. Dus dit is nu mijn outfit. En we gaan nu met de taxi. Bye. Zo. Nou, we lopen met de hele gangbang. Nou, eigenlijk niet. Maak een stondfoto. Oh, ga ik doen. Hier moeten we naar binnen. Hallo, Mirjam en Jeffrey.
Nou, dat was ook enthousiast. Ja, ze hebben echt allemaal leuke textures, kijk. Jongens, welkom bij Baroes. Leuk dat jullie er zijn. Cheers, jongens! Oh, Hiro. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe dag. Ja, we hebben een kater. De kater komt later, maar het was echt heel erg gezellig. Ik moet je zeggen, in tijden niet zo'n leuke avond gehad met mijn crew. Ik denk dat iedereen van ons ook wat mee heeft gemaakt na deze avond. Het was echt een zuipfestijn. Goed, ik heb hier nu mijn haarproducten binnengekregen van Dagmar Hairstyling van Fuente. Deze. Dit schijnt echt helemaal de bom te zijn om je haar gezonder, voller, dikker te maken. En ik heb ook een kortingscode voor jullie, dus check even de link in de beschrijving. Van Fuente. Het is een organisch merk, organic merk, dus... Het is gewoon zeg maar zonder parabenen en dingen wat in normale shampoos zitten. Ik ben benieuwd. Jij moet echt wel mooi eigenlijk. Amanda komt met alle ellende. Dus we hebben echt definitely een cheese jay. Zo lekker. Ja, doe maar. Goedemorgen. Poeh, oké. Okay. Het is maandag, nieuwe week. Nou, zoals jullie weten heb ik echt een... eet- en zuipweekend gehad. Dus ik ga nu weer even een beetje normaal leven. Want ja, echt van genoten, heerlijk. Alleen, er zit wel weer een kilo aan. Maakt ook helemaal niet uit. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan ga ik gewoon vandaag weer een beetje opletten. Zodat ik gewoon weer een kilo eraf ben straks. En zo hou ik gewoon mijn gewicht een beetje op balans. En zo hou ik het ook gewoon vol. Omdat ik mezelf niet aan het uithongeren ben. En als ik gewoon zin heb om een weekendje gezellig te eten en te drinken. Dan doe ik dat ook gewoon. God, wat stinkt mijn vaatwasser. Dit is not normal. I do this inside. Oké. Nou, die gaat aan. Ik moet ook nog even een aparte video gaan maken over mijn eten, dingen en zo. Want ik krijg echt best wel veel vragen naar hoe ik in 5 weken tijd 7 kilo ben afgevallen. Laten we het nu houden op 6 weken tijd. 5,5 kilo denk ik. Het is echt wel altijd heel lastig hoor, om te blijven bij het gewicht wat je bent. Oké, ik ga douchen. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Oh, ik heb vocht vastgehouden vannacht. Dat is niet normaal. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. We zijn alweer een hele dag verder. Ik meen wel echt. Vroeger zeiden mensen altijd tegen mij, nou vroeger, ik doe alsof ik 50 ben, maar ik ben... 26, maar toen ik 20 was en gewoon ieder weekend wel sowieso het hele weekend uitging en af en toe ook nog die donderdag erbij. En dan zeiden mensen die zeg maar rond de 27 waren, zeiden, wow, op een gegeven moment wordt je kater echt erger en dan is het gewoon niet meer waard. En dan dacht ik altijd, wat lullen die mensen nou, want jezus, je kan toch wel gewoon uitgaan en zo. Nou, ik meen het je, die kater wordt steeds erger, want het is nu dinsdag. En gisteren was ik ook zo moe na mijn werk. Ik heb ook heel de dag had ik pijn aan mijn poten. Gewoon, je merkt gewoon echt dat je in een weekend echt los bent gegaan.
En ik heb zo diep geslapen vannacht. Helemaal droming. En nu heb ik ook echt... Je ziet echt aan mijn gezicht dat ik helemaal uit het goede ritme ben gewoon. Oh, ik ben gewoon blij dat ik nu moet sporten vroeg. Want dan zit ik er gewoon gelijk weer in. Ik meen het je. Ik ben er weer helemaal klaar mee. Oh, oké. Okay. Even ander verhaal. Want omdat ik wakker moet worden, neem ik even mijn koffietje 's ochtends. En ik krijg heel veel vraag naar hoe ik mijn koffie precies maak. Dat ga ik jullie even vertellen. Oké, okay, ik heb het Nespresso apparaat, deze. Met dat melkding erbij, maar die gebruik ik nooit, want die is helemaal ruk. Dit is mijn melkschuimer van Krups. Deze was best duur, €125 of zo. Maar die van Philips is net zo goed. En die kost iets van €50. Dan haal ik nu steeds deze cups. Die kan je gewoon halen bij de Jumbo of bij de Albert Heijn. Want die zijn gewoon veel goedkoper als dat... Als die echte Nespresso cups. En dit is gewoon nog met een karamel smaakje. Dus super lekker. Die doen we erin. Dan pak ik mijn... soja light. Of haver. Ja, maar ik heb acht alles hier liggen. Ook dit. De andere blijft langer goed. Ik doe nu lekker haver. Want... ik weet niet. Ik wissel dat gewoon af. Haver heeft iets meer meel smaak of zo. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik vind het net even iets lekkerder, maar er zit wel wat meer koolhydraten in haver. Nou, dan gaat deze aan. En dan gaat die lekker schuimen. Oké, dan druk ik altijd op espresso. Precies het maatje. Zo. En dan doe ik... Ik doe er nooit kaneelsuiker op als ik geen zin heb in zoetigheid. Want nu is dat toch mijn zoetigheid ontbijt. Dat doe ik alleen in de middag of zo. Als ik het niet meer volhoud. Oké. Ik heb mijn haar nog gewassen met die shampoo. Nu moet ik deze conditioner... op een handdoek droog haar in mijn punten aanbrengen. Dus niet aan de bovenkant, alleen in mijn punten goed verdelen. En dan kijk ik, dan is het gewoon een leave-in. Een leave-in, dus dit moet gewoon in je haar blijven. Nou, I am benieuwd. Eén pompje, je moet heel weinig gebruiken van dit. Dus ze zeggen dat het erg lang meegaat. Dus dat zou wel chill zijn. Nou, het ruikt een beetje naar niets. Goed verdelen. Zo. Zo. Lekker. Oké, ik ben nu bij Tammy. Hallo. En we zijn nu dus bij Brows by Tammy. Heel goed. Ik zeg het goed. Ik heb even geoefend. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb dit dus nog nooit gehad eigenlijk. Wat is het precies wat je gaat doen, schat? We gaan een brow lift doen. Dus ja. Dat betekent dat we die haartjes gewoon omhoog gaan kammen eigenlijk. Ja. En dat het dan ook dus zo blijft staan. Dat je soms lekker om even een borsteltje er doorheen te halen. Ja, precies. Maar dan heb je de rest van de dag zit hierin nodig gewoon in model. En hoe lang blijft het zitten ongeveer voor een weekje? Ongeveer 6 weken of zo. Het groeit allemaal langzaam uit. Dus op een gegeven moment ga je gewoon merken dat het iets is meer wordt. Nou, ben benieuwd. Nou, nu hebben we dit gehad. Nu is het zo. Alles staat echt helemaal omhoog nu. Eindresultaat. Nou, ik ben hier echt heel blij mee. Het is echt... Ik heb natuurlijk altijd van die hangende ogen. Mensen reageren ook onder mijn vlog dat je bent altijd moe. Je kijkt altijd moe uit je ogen. Maar kijk, helemaal... Nou, ik vind het echt mooi. Het lijkt echt net alsof ik gewoon helemaal een soort van boot op zit. Het staat echt omhoog, hoor. Dan. Goed, hè? Ja, echt heel blij mee. Oké. Mijn coffee moment. Nuts. I'm definitely not gonna drink this like this. Phil, dat lust ik echt niet. Er moet melk bij. There is my milk.
Nu neem ik dus lekker wel kaneelsuiker erop. En dan ga ik even mijn hele ons, hele huis schoonmaken. Want dat heb ik echt, nou, echt, ik heb mijn record verbroken. Ik heb denk ik 3 weken niet mijn huis verschoond. Kijk, zelfs de strijkplank ligt nog hier. Armoede, liggen zelfs schoenen op de doos op tafel. Dat kan niet hebben. Oh. Ik had er geen kracht voor. Dus I'm gonna do that right now. En ik ga nog steeds stuk om hoe snel mijn haar oplicht. Het is echt... Ik wil gewoon weer een bruine spoeding erin knallen. Het is echt, het gaat zo snel. Moet je nagaan dat de laatste keer met verf is gedaan, hè? Merp. Zo, nou, mijn huis is helemaal schoon. Toen ging ik daarna even op de bank liggen en toen viel ik even lekker in slaap. Nu ben... mijn opa praat terug tegen mij. Hij denkt dat ik tegen hem praat. Ik zit te vloggen, opie. Ik ben nu onderweg met mijn opa en Jeff naar... Nou, jullie mogen het raden. 1 Ferrispori, 2 Ferrispori of 3 Ferrispori. We gaan lekker eten bij Ferrispori. Ik heb zo'n trek. I cannot. Het is nu 19:30 bijna. Je hebt al een beetje getraind, hè? Het eten is zo lekker, jongens. Ik kan het niet aan. En ik heb echt verstand van eten, geloof me. Ferrispori is mijn allerbeste eten van de wereld. Dus dat. Lekker gegeten weer. Heb jij een open lepeltje? Godverdomme. Kijk eens wat mijn opa eet. Oeh. Ik eet het niet alleen op, hoor. Nou, ik eet echt helemaal niks. Ik heb wel een soort aardbeien. Ik neem lekker mijn theetje. En een aardbeidje toch? Nee, schatje. Nee, schat, ik ga het echt niet doen. Ik heb heel erg moeite nu, maar ik moet het echt niet doen. Jij bent echt een hater nu. Jij traint het wel weg. Oh. Het zijn eigenlijk alleen maar aardbeien, hoor. Tuurlijk. Hallo, je eet ook. Lekker, opie? Prima. Ja, dat kent alleen, het is me te veel. Dat is goed voor je. het is 10:30. Ik ga mijn bed in. Wat rust, ik ga deze vlog afsluiten. Vond je me leuk? Vergeet even die... Dinsdag 14 juli 2020. Oké. Okay. Ik had het niet tegen jou, pik. Vond je het leuk? Vergeet even niet de duimpje omhoog te doen. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan hieronder. En dan zie je me van de week weer terug. Dankjewel voor het kijken. Doei!